Welkom in de wereld van de beugelsport. Hier volgt een korte uitleg van het beugelspel. Het speelveld bestaat uit een lemen ondergrond met daarop enkele centimeters fijn grind, met een greppel aan de onderzijde. Op circa 7 meter is een beugel geplaatst, ook wel ring of poort genoemd. Het spel wordt om en om gespeeld met twee rode en twee witte ballen. De bal wordt voortgeduwd, gegooid, door middel van een schepvormige slinger. Degene die het eerst 30 punten scoort is de winnaar. Scoren doe je door de bal van onderaf door de poort te spelen. Wordt een bal van bovenaf door de poort gespeeld, dan gaan er 2 punten af. Plant een bal van de tegenspeler in de greppel, dan levert dat ook 2 punten op. Komt de eigen bal en de bal van de tegenspeler in de greppel, dan levert dat niets op. Een bal die op minder dan 8 centimeter van een andere bal ligt, mag niet geraakt worden. Pat en Kees zullen een demonstratiepartijtje spelen. Maar eerst wordt de baan geharkt. Bij het opspelen van de bal staat één voet in de greppel. Bij het beugelen zijn techniek en tactiek zeer belangrijk. Probeer zelf zoveel mogelijk te scoren en belet de tegenstander hetzelfde te doen. Of maak het je tegenstander lastig door je bal vlak achter de poort te leggen. Het afketsen op de poort heet flatsen. Kees staat op achterstand en hij moet iets verzinnen. Hij slaat deze bal op grote afstand succesvol over. De kansen zijn gekeerd. Het wordt spannend. Kees kan de partij beëindigen door zijn bal door de poort te spelen. Ad probeert dit te voorkomen door te blokkeren. Helaas, dit lukt niet helemaal goed en Kees kan de overwinning op zijn naam schrijven. Beugelen wordt door jong en oud gedaan, door mannen en door vrouwen. Het beugelspel is al eeuwen oud en is aan een nieuwe opmars begonnen. Hoeveel beugelverenigingen zijn er? Hebben jullie daar een idee van? Ad, weet je dat? Nou, het totaal bij de NBB, dus de Nederlandse Beugelbond, zijn 30 verenigingen aangesloten. 6 dorpen die een eigen vereniging hebben. En dan heb je dus 2 verenigingen in België en eentje in Duitsland. Oké. En is er nou ook een soort landelijke competitie? Ja, ja, de officiële NBB-competitie. De Nederlandse Beugelbond. Ja. Mooi. En daar de buitenlandse, de Duitsland, de België, doen die daarin ook die mee? Doen daarin mee, ja. Oké, dus het is een internationale sport, kunnen we daaruit concluderen. Ja. En ja, misschien dat dat dan in de toekomst nog eens op de Olympische Spelen vertegenwoordigd gaat worden? Ja, laten we het hopen. Als daar deze demonstratie aan mee kan helpen, dan heel graag zelfs.